Yo mensen, mijn zes en welkom terug bij een nieuwe video. Vandaag zijn we terug met een nieuwe video. Vandaag gaan we gamen. En voor de mensen die zich afvragen, wat ben ik? Dat bedoelde ik niet te doen. Dit is mijn hoofd. Dit is mijn hoofd. I am a chicken. I became a chicken. A chicken vampire. Ik ben een kip geworden met. Eigenlijk iets dat ik niet moet hebben, dus. Geef me even een secondje. I'm gonna change that real quick. Dat is mijn skin. Edit character. The style. Back. Give me the arch thing. Boom. We're ready. Okay. Let's get it started. Ja mensen, ik ga meteen dit ding gat dicht maken. Er was namelijk een creeper op plaats die heel wat schade heeft. Ik heb een idee, ik ben niet een maat, ik ben oké. Oh, god damn. Little cow, you got it. Leave right now. And I gotta go right now. I gotta get down here. Right now. Gotta get that dirt here right now. But we are ready to go. Laat de deur maar open. Oké, dus ik heb nog altijd geen comment gekregen van de mensen. Dus, ik weet niet of dat in de vorige video was dat we die stronghold hebben gevonden. Maar helaas dat er geen name tag in. Wat eigenlijk wel spijt is. En om het zomaar te zeggen, mijn vriend heeft nog altijd niet. I don't like this shit. Either. We hebben eten genoeg op pad te gaan, dus laten we even op pad gaan. Underneath me. I have found it. Ah! Damn. Ow. Mother. Flippy. What is this? Okay, al sinds hebben we dit even uitgekampt. Damn, that was that. Waar leidt deze kant zelfs niet toe? Dat is wel veel kool, moet ik zeggen. En een andere zombie. En een skeleton. Thank you for your bones. Another spawner? You get the fuck out of my. I'm like, I think it's done. We're done. 2 name tags. En nog net zeggen van ja, oké, mensen. Ik denk niet dat ik iets ga vinden. En dan ben ik weer 2 name tags. En wat pizza. Meer botjes.
ding, hè, voor mijn tweede paard. Dus het is 13. Tijd maken. Dus we hebben weer een stronghold. Ja, eigenlijk om het zo te zeggen, we hebben een stronghold gevonden, maar we hebben geen kist gevonden. Dus geen diamonds. Eigenlijk echt wel vrij spijtig. Hier kwamen we vandaan. Dat we daar. Oh, bijna gemist. Meer iron, niet beter. Wel dat we iron nodig hebben, weet ik al. Mijn tools. Zonder iron. Wat moeilijker zonder iron. Oh, meer iron. En ik denk dat ik een uitweg heb gevonden. Hoop ik toch alleszins. Please, laat het een uitweg zijn. Oh. I went a little bit too far. Oké, er is geen iron meer. Er is ook daar een weg. Maar zou ik niet eerst bid? Laten we eerst wat kool mee pakken ook. En hopen dat we stokjes mee hebben. Wat ik weet dat ik hout mee heb. Op zich gebruiken om even snel wat fakkels te maken. Want zonder fakkels hebben we niks. Hier hebben we al tenminste 4 fakkels. Even dit hout. Boom, boom. Ik weet niet waarom dat ik dat heb. Oh, net op tijd, want er is een zombie die probeert Auw. Ik ben aan het denken, ik kon die slag echt wel heel nek. Wat is dit? Okay. Ja, alsjeblieft stoppen met me even aan te vallen. Ja. Oké, okay, ik hoor dat het nacht is, want ik hoor... Damn! Ik wil vragen aan mezelf, waar ben ik in terug? Auw! Auw! Ah nee. Waar komt dat vandaan? Eens waar ik probeer. Oké, weet je. Oké, laten we dat laatste beetje dan. Oké, ik zie een weg naar omhoog. Dus... Oh, niet kijken, niet kijken, niet kijken. Gewoon doorspringen. Auw. Auw. Kom op, geef me weg, geef me weg, geef me weg. Dang it. Wel meer iron. Niet echt wat ik verwachtte. Maar dat kunnen we wel even mee pakken. Oké, we gaan hem wel pakken. Ah, pak de dirt. Als we gravel tegenkomen, dan houdt het al tegen, hoop ik. Oké. Even zeggen, we hebben iron. Nu
terug naar geen gravel. Oké. Dat dit zo blijft. Yes, we then ran as well as got dark, which is nice. As far as I'm down. I think one helemaal van daar hier. Get to sleep. Holy moly, ravioli met pizza en olie. Ay ay ay. Ay caramba, ay caramba, ay caramba, ay caramba, ay caramba, ay caramba. Zet die iron daar en meteen naar beneden hier. We hebben weer twee name tags, dus laat me weten welk dier ik moet een naam geven en welke naam het moet zijn. Laat me dat please weten. Ondertussen toch even wachten. Even alles op zijn plek zetten. Hier kunnen de zaadjes in. Seats up daar. Eigen wonder. Dat was een avontuur. Ik zou wel zeggen, ik ben twee keer gestorven. Oké. Wij weten dat we diamonds hebben. En diamonds gaan we niet snel winnen, denk ik. Ik zou wel zeggen, het is beter dat we even stoppen en andere dingen gaan doen. Misschien meer bouwconstructies gaan doen of zo. I don't know. Yeah, safer. Maybe. I don't know. We moeten de leer met wat of leer zetten. Ik denk dat alles is van hem. Botten, de inbounder. Dat gaan we meteen aan mijn paard geven. Touw. Spider eye. Zeg dan wel, oké, ik ben alles op. Dat ik een nachtmerrie is, dat is alles op. Oké. Oké, wit paardje. Ik heb jou. Nee, ik heb niet de ezel nodig. Ik heb de witte paard nodig. Thank you. Zo, nu ben jij ook op de zaad. Koetjes, fijn dat jullie ook al klaar zijn.
Oké, ik ga even wat hout verzamelen. Om meer constructies kunnen gebruiken. Ik denk ook dat ik wat hout en meer voedsel ga verzamelen voor mijn beste vriend. Als hij komt, kan hij ook zijn huis bouwen. Dan wil ik even snel wat hout voor hem verzamelen, snap je? Oké, wat een flesje hier. Ow. Zal ik hem een stick hout geven? Ik denk dat dat misschien meer dan voldoende zou zijn. Ik ben op zich best wel benieuwd wat hij heeft gezegd als hij ziet. Dat ik al een huis heb gebouwd en dat ik al een farm heb, dat ik al dieren heb. Ik ben echt wel benieuwd wat hij daarop gaat zeggen. Zou ik hem misschien even moeten bellen? Misschien kan hij. Ja, zijn thuis. Oh, we hebben al meer dan een stick. Oké, dan hebben we voldoende hout voor hem. Weet je, laten we dat hout even in de kist stellen. Oké, dus het hout voor hem zitten we even hier met wat loontjes, handje en een paar peaches. Hier, we geven dat aan hem. Hij heeft trouwens hier ook iets wat hij mee kan maken. Dus hij heeft ook mijn farmpje, hij heeft dat. Ik heb hem nog achter gelaten. Hij heeft nog de badges. En als hij echt wilt, kan hij dit ook nog gebruiken. Maar hij moet wel gewoon zelf kool gaan halen. Ik heb ook nog dit bij hem achtergelaten, de koper en zo. Dus. Ja. Ik weet het allemaal in orde. Laatste stukje verder rijden. En dan gaan wij snel even de diertjes eten geven. Met diertjes bedoel ik dus dan eigenlijk ook echt gewoon de koeien. Dat zijn de enige dieren die we hebben. Nee jongens, stik. Kom even hier jongens, dank u. Oké. Okay. Besef, ik ben nu al. Oké. Okay. Besef, ik ben nu al een paar dagen bezig aan dit. En dat volledig leeg te maken. En er blijft gewoon hout in dit. Kijk. Is dat? Ik heb al lang leeg gemaakt. En toch blijft er hout in. Dus wij gaan nu even ons best doen om dit volledig leeg te maken. Af zijn we dat is zeuren.
Dit zou alles moeten zijn. Respawn point set. You can only sleep at night. Mensen, vergeet niet te liken, te abonneren en laat me weten welke dier ik een naam moet geven van de paarden, de ezel of de honden. Laat me weten welke naam, laat me weten welk dier ik een naam moet geven en dan zie ik jullie terug in de volgende video. Bye bye. Goeie vlaai.